Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Luchthart. We lezen vandaag verder in Marcus 4. Vandaag Marcus 4 vers 10 tot en met 13. Marcus 4 vanaf vers 10. Toen hij alleen was, vroegen zij die om hem heen waren met de 12 hem naar de gelijkenis. Dan ging het over die gelijkenis van het zaad die Jezus verteld had. En Jezus zei tegen hen: het is u gegeven het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen, maar tot degenen die buiten zijn komt alles door gelijkenissen. Opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen. Opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden. En hij zei tegen hen: begrijpt u deze gelijkenis niet? Nu zult u dan alle gelijkenissen verstaan. Tot zover het woord van de Heere vanmorgen. Spreken door gelijkenissen. Het zijn geen makkelijke woorden die vandaag op het rooster staan om te overdenken. Jezus heeft vanuit een schip wat in het water lag de grote menigte die zich op het strand om zich heen had verzameld onderwezen. Hij heeft dat gedaan door het vertellen van gelijkenissen. Een van die gelijkenissen was de gelijkenis over het zaad wat op verschillende soorten grond terecht kan komen. Met als gevolg dat ook niet al het zaad wat gezaaid wordt vrucht zal dragen. Als Jezus dan weer met zijn discipelen en andere vrienden en volgelingen alleen is, vragen ze hem naar de betekenis van deze gelijkenis. En dan doet Jezus die weerbarstige uitspraak: het is u gegeven het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen, maar tot degenen die buiten zijn komt alles door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen. Omdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden vergeven worden. Ga maar aanstaan om deze woorden uit te leggen. Het gaat er toch juist om dat mensen zich wel bekeren en vergeving van zonden zullen ontvangen? Dat was toch Jezus' missie? Maakt hij dan toch ergens onderscheid? Zo van: voor deze mensen is het wel, maar voor die niet? Dat past toch helemaal niet bij hoe we hem leren kennen in de Bijbel? Dat past toch helemaal niet bij zijn onvoorwaardelijke liefde voor zondige mensen, wie ze ook zijn. Zo wordt er in onze kerken toch ook over gepreekt, dat het aanbod van Gods genade dat het onvoorwaardelijk is en dat de oproep tot bekering uitgaat naar iedereen. Daarbij wordt gelukkig geen verschil gemaakt, alsof het alleen maar voor een klein select groepje mensen zou zijn, gelukkig niet. Want dan zou je je hele leven lang kunnen afvragen of jij wel bij dat groepje zou mogen horen, en zou je daar misschien wel nooit zekerheid over krijgen. Maar waarom dan toch deze uitspraak van Jezus, waarin hij wel heel duidelijk een onderscheid lijkt te maken? Laten we nog eens goed luisteren. Want maakt Jezus wel echt onderscheid? Nee. Als je goed luistert, toch niet. Jezus maakt hier geen onderscheid. Hij gaat uit van een onderscheid wat er al is. Een onderscheid tussen mensen die heel dicht bij hem staan en mensen die op afstand blijven, die buiten zijn. Dat is gewoon de werkelijkheid die Jezus voor zich ziet. Aan de ene kant heb je de mensen die zich de woorden van de Heer Jezus werkelijk ter harte nemen, die daar echt mee bezig zijn, die daar ook gehoor aan geven. En aan de andere kant heb je de meelopers, de mensen die wel geïnteresseerd zijn in de wonderen en de tekenen die Jezus doet, die wel op hem afkomen en om hem heen staan te dringen, maar die zich niet wensen te bekeren en geen vergeving nodig hebben. Ten opzichte van die laatste groep houdt Jezus met zijn gelijkenissen een bepaalde afstand. Hij heeft ook hen de boodschap van het koninkrijk van God verkondigd. Dat was zijn missie, daarvoor was hij in deze wereld gekomen. Maar als mensen daar geen boodschap aan hebben, als het alleen maar te doen is om genezing en bevrijding van hun kwalen, of om het spektakel,
Ja, dan zijn ze bij Jezus aan het verkeerd adres. Dan laat Jezus zich niet langer meer door hen aanraken. Dan gaat hij zijn boodschap verhullen. Het evangelie is namelijk niet bedoeld om weg te kwijnen op plekken waar het geen vrucht kan dragen. Een lamp zet je toch ook niet onder een korenmaat of onder een bed? Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij de kamer zo goed mogelijk kan verlichten. Maar zo is het ook met de blijde boodschap van het Koninkrijk van God. Als het niet de plek krijgt die het verdient in je leven, dan kom je er steeds meer buiten te staan. Dan wordt het je op den duur zelfs afgenomen. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden. Hoe meer waarde je hecht aan de woorden van de Heere, hoe groter de zegen. Maar als je er niet zoveel om geeft, als je er niet echt in wil verdiepen, dan zul je er uiteindelijk ook niet zoveel aan hebben. Dat is wat Jezus hier in Markus 4 de mens als het ware wil laten voelen. Daarom ook dat onderwijs op afstand vanuit die boot. Daarom nu ook even geen directe verkondiging, maar verhullende beelden. Gelijkenissen alleen te begrijpen voor hen die de taal van het Koninkrijk van God ook echt hebben leren verstaan. Het is trouwens ook de betekenis van die gelijkenis die hij aan de mensen voorhoudt. Met het zaad, daar is helemaal niks mis mee. Maar wil het zaad werkelijk vrucht kunnen dragen, moet het wel in goede grond terechtkomen. Grond waarin het echt wortel kan schieten en waarin niet tegelijkertijd ook heel veel onkruid groeit, waardoor het al snel overwoekerd zal raken. Hoe ontvankelijk ben je voor de boodschap van het evangelie? Is er ook echt ruimte voor in je hart? Dat je het aanneemt, dat je het in je opneemt, dat je het tot je door laat dringen, dat je ermee bezig bent, dat je het verwerkt. Daar gaat het om. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen, zegt Jezus. Maar als je je oren niet gebruiken wil, of als je het woord wel het ene oor laat ingaan, maar direct daarna het andere oor weer uit, dan kom je buiten te staan. Dan kan er een moment komen dat hij je ook niks meer te zeggen heeft. Dat het evangelie van Jezus Christus je zondag aan zondag verkondigd wordt, dat is dus niet vrijblijvend. Als je op afstand blijft, als je er verder niks mee wenst te doen, dan heb je er ook niks aan. Dan zal er een moment komen dat de Heere zich van je af zal wenden. Laat het zover toch niet komen in je leven. Maar open je oren, luister met heel je hart naar wat hij je te zeggen heeft en geloof het evangelie. Het woord van vandaag klinkt als een waarschuwing, maar het doet niets af aan de belofte dat wie zoekt zal vinden, dat wie klopt zal worden opengedaan, dat wie bidt zal worden gegeven. Laat dat dan ook ons houvast zijn. Amen. Laten we met elkaar bidden. Heere, wij komen tot u. Naar deze ernstige woorden die wij hoorden vanuit uw woord vanmorgen. Heere, u bent een God die niet moe wordt om de blijde boodschap deze wereld in te zenden. Om het te laten verkondigen. Maar wanneer er verharding optreedt, wanneer we er niet naar willen luisteren, Heer, dan kan er ook een moment komen dat het ook aan ons voorbij zal gaan. Heer, we bidden u of u ons wil leren om te geloven. Of u ons dat woord van u op het hart wil binden. Dat we het zullen horen. Dat we ernaar zullen leven. Wilt u het zo vrucht doen dragen in ons hart. Heren, we danken u. Voor het woord waarmee u tot ons kwam deze dag. Wilt u ons zegenen ieder op de plek waar u ons gesteld hebt. In de omstandigheden waarin we ons bevinden. Ook als we te maken hebben met veel zorg. Of als we ons zorgen maken over mensen die ons lief en dierbaar zijn. We bidden u om uw ontferming. Om kracht en geloof, om uitkomst uit de situatie waarin we ons bevinden, om ruimte om weer naar de kerk te mogen gaan, om bekering voor heel ons land en volk.
Ja, Heere, dat in deze crisis, ja, dat het mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. Wat zou dat wonderlijk zijn als dat nog de uitkomst mag zijn van deze moeilijke tijd. We bidden u erom, Heere, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen.